Ik ben Sinterklaas. Ik ben de boy, Piet. En Kil. Wat ga je vandaag koken? Kil. Hoppatee. Wat is koken? Nou, wij gaan dus vandaag de beroemde Sinterkipklaas maken. Naast de boy Piet ben ik ook de chef-kok Piet. Kijk maar, let op. Oeh jee. Dus ik ga jullie laten zien hoe de fuck je Sinterkipklaas maakt. Je hebt voor Sinterkipklaas 2 ingrediënten nodig. 1 hele kip. 2 fucking veel Sinterklaas eten. Voor de buitenkant van de kip gaan we een mooie rode laag fixen met pepernoten. De boy Piet, hoe gaan we een rode laag krijgen met pepernoten? Daarvoor hebben we de oer-Hollandse Moxie Mete Travasi. Ik moet wel even tussendoor zeggen dat ik jouw hoedje echt prachtig vind. Die lekker oude stam Piet. Fuck it, dit is het. In de boeken staat 2 of 3 eetlepels. Het lijkt gewoon op gehakt. Oké, let op de techniek mensen. Hoppa. Hey. Nog 1 keer voor de haters die twijfelen in ons. Nou, als het een beetje maar lijkt... Maar Kil, dacht je nou dat het klaar was? Tieting. Dus oké, Piet die heeft die zooi klaargemaakt. Ik ga hem nou vullen. Oh shit, heb die je kont gehad? Ja jongen, kijk hier jongen. Tjaka, tjaka! Dus om te beginnen. Een chocoladeletje. En een lekker muisje. Hoppatee! Pepernootjes. Sinterklaas gevuld met Smarties. Kijk hoe die lacht. Hij weet waar die naartoe gaat, joh. Kil. Kil, die kip heb gewoon konthaar, jongen. Eén lepeltje van deze lekkere pasta bij. Wie heb ooit zo'n kippetje gemaakt? Ik weet wie. The motherfucking boys. Yo, Young Batta is er ook, jongen. Young Batta. Hij moet op een stokje. Young Batta in de... Hey! Maar door die reethaar. Oh shit. Kill, hoe gaat Young Batta zijn in de hut, jongen? Kijk dat. Wat is dit, jongen? Dat is een lip. Dat is een staartje, jongen. Dat is een tong. Yo, kijk die haren gek. Young Batta. Oh shit. Besef, dit is nog nooit eerder gedaan. Wij zijn fucking exclusief hier zo in Nederland. Kill, dit Voldemort is ook weer terug, jongen. Ik ruik hem. Dit is Voldemort's ontbijt, jongens. Waarderen jullie de schoonheid van dit kippetje? Pauzeer gewoon dit filmpje en waardeer. Dan leggen we hem eventjes rustig neer. Kom maar. Beetje marinade. Kill Young Batta in de hut. Kill, besef dat Young Batta hier gewoon ook is, jongen. Hij gaat erin, jongens. Kom mee. Voordat ik hem erin doe. Als jij Young Batta respecteert, like je nu dit filmpje. Young Batta in de... Dan gaan we, jongens. Legendarisch moment. Kill, kom, we gooien er nog wat zooi overheen, jongen. Ja. Tiring. Hoppatee. En voordat we hem erin doen, de allerlaatste ingrediënt. Liefde. Ja, jij bent bang dat die kip gaat verbranden. Oeh, kijk. Young Batta. Het ruikt wel lekker, jongen, naar gevulde speculaas of zo. Wacht. Je bent 1 ding vergeten. Liefde, Kil. Ja, dus jij hebt nu officieel salmonella. Young Batta in de
Jan Salmonella in de hut. Oké, we gaan het doen. Hij is... Oei, Jan Kippie in de... Oeh, check die. Oké, jongens. Zo, kill. Zag je dat? Oh my. Kill, kijk Jan Batta in de hut, jongen. Gewoon een stuk. Oh, kill. Wacht. What the fuck? We zijn iets vergeten. Kill, de allerlaatste ingrediënt. Oh ja. Ja, jongen. Kill. Ik heb hier veel moeite voor moeten doen. Alles is wel helemaal... Oh. Oh, hij legt daar. Daar gaan we, jongens. Ja, jongen, misschien is de borst wat lekkerder dan de poot. Misschien is dit vooral wat beters. Nou. Je had niet eraf passie verpesten, denk ik. Want die chocola is wel lekker op zich. We blijven gewoon stukken pepernoten in mijn mond. Tussen mijn tanden. Ik kan het niet. Nee, dit was... Ik kan het niet. Niet gestopt. Niet geslaagd, want er is ook gelijk gewoon niks meer van dat kippetje over. Oh my god. Echt, ja, het is zo slecht. En het ergste is ook nog, die travassie was niet eens rood. Oké, nou, jongens en meisjes. Dat gaan we dus nooit meer doen. Vond je het lekker? Kill. Vond er een tering aan. Nou, dat klinkt goed. Dat was echt niet te vreten. Dit is de vader van die Kool-Aid kip. Ja, echt. Yo, die kip is geëvolueerd in Jan Nico in de... Jan Nico in de... Tot de volgende aflevering van Kill. Wat is koken? Ai! Kill. Kill, die kip heb gewoon kont haar, jongen.